iedereen, Sarah hier. Vandaag echt een super spannende dag, want ik ga voor de eerste keer rolstoel dansles geven. Oh my god, ja. Ik heb echt al heel veel dansles gegeven, maar dit is toch wel helemaal anders. Ik heb heel veel geoefend thuis. De armbewegingen die lukken goed, maar zo goed draaien met die rolstoel, dat is echt nog moeilijk. Dus ik hoop dat de dansles vlot verloopt. En als het goed meevalt, dan ga ik binnenkort koppel rolstoel dansles geven met Jore, want die wil mij helpen. Dus echt een heel spannend avontuur. Ik heb de dansstudio wel een beetje moeten aanpassen. Dus daar het trapje heb ik twee plankjes gelegd. Ook de wc heb ik moeten aanpassen. Dus nu is iedereen welkom bij Dansstudio Sara. Oh, de eerste dansers zijn er al. Wish me luck. Sending big waves in motion. Voilà, dit was de eerste dansles. Hopelijk vond je het een beetje leuk. Heel leuk. Ja, alle tips zijn zeker welkom. Zoals ik in het begin van de dansles al zei, zit ik nog niet zo lang in een rolstoel. Dus ik leer nog elke dag bij. Tot volgende week. Tot volgende week. Dag, girls. Ik wou even zeggen dat je dat echt al super goed gedaan hebt voor de eerste keer. En zeker omdat je nog maar 2 maanden in de rolstoel zit. Chapeau. Dat is echt lief. Dat doet me echt deugd. Want ik dacht dat ik zo mijn dansdromen ging moeten opgeven. Dus ik ben heel blij dat ik dit kan doen. Mag ik even iets vragen? Ja, vraag maar. Zit je permanent in de rolstoel of maar tijdelijk? Ik ga nu meerdere keren per week naar de kinesist en er zijn wel vorderingen. Ik kan bijvoorbeeld al met een kruk recht staan, maar ja, wandelen, dat gaat nog niet en dansen ook nog niet. Het is wel goed dat er nog altijd progressie is, want bij mij is het volledig gedaan. Mijn benen zijn verlamd. Oh, sorry. Ik hoef daar geen sorry voor te zijn. Zeg, toon eens wat dat je al kunt. Zeker? Ja. Ja, maar ik heb wel nog ondersteuning nodig. Geen probleem. Oké. Okay. Tada! Go, Sara! Wie de hel is hier Sara? Oef, dat was spannend. Ga nu naar VTM Go. Daar kan je alle afleveringen bekijken van Vloglab Together #stories. Je kan daar een gratis account aan maken en zo heb je toegang tot alle afleveringen.